Het jeugdbeleid en haar uitwerkingen zijn aan vervanging toe, zegt Matthijs Samuel, een van de nieuw gekozen CARICOM jeugdambassadeurs van Suriname. Samuel zegt samen met zijn collega V. King zich vooral sterk te willen maken voor onder andere klimaatsverandering, mentale gezondheid, betere seksuele educatie en het respecteren van de LGBTQ-gemeenschap. De meest breedvoerige uitwerkingen van het jeugdbeleid in de regio's hebben plaatsgevonden in 2010. En die zijn dus aan vervanging toe, want we hebben een heleboel nieuwe contexten. Denk aan klimaatverandering en de loss and damages die steeds meer in het dialoog treden. En na de COVID-19-pandemie hebben we dus gemerkt dat mentale gezondheid heel veel speelt in de regio. Dat we moeten werken aan het wegwerken van de taboes die er bestaan. Maar dat we dus ook altijd hebben geclaimd, the wealth of the Caribbean is the health of the Caribbean. Betekent het dus dat we ook vooral bij jongeren moeten gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze zich prettiger voelen en dat ze zich ook kunnen uiten over die gevoelens. Ik hoop in de komende 20 maanden, dat is de zittingsperiode, dat ik de ruimte krijg met de beleidsmakers aan tafel te zitten om ervoor te zorgen dat we dat ook integreren in het onderwijssysteem. Want je wilt het vanaf het meest basale niveau hebben. Dat het toegankelijk is en dat het... Want we hebben niet alleen taboe hier, maar er is ook een drempel voor een heleboel mensen, die financiële drempel. En daar wil je dus verlichting in brengen. Het is volgens Samuel heel erg belangrijk te werken aan het bevorderen van mentale gezondheid en alles dat daarmee samenhangt. Het is niet de bedoeling te beginnen wanneer het al te laat is. Dus komt er een voorstel hoe deze aspecten beter te implementeren in onder andere het onderwijssysteem. Mentale gezondheid in samenhang met het onderwijssysteem en dan breder onderwijssysteem dus ook ervoor zorgen dat we comprehensieve seksuele educatie krijgen of sekseducatie waarbij dus duidelijk is wat seksuele identiteit is, seksuele geaardheid, seksueel gedrag, safe sex practices, maar ook ervoor zorgen dat we een stuk gendergelijkheid en respect voor mensen van de LGBTQ+ community daarin brengen. Dat we ervoor zorgen dat iedereen zich deelvoelt, want dat zijn ze ook echt. En dat moet ook blijken in ons beleid. Ik wil ook voornamelijk werken aan een schoner milieu in Suriname, maar ook gewoon voor de hele regio. Dat we ervoor zorgen dat nadat die bewustwording bereikt is, dat we ook naar projecten gaan waarbij jongeren betrokken zijn, actief bij de planning, bij de uitvoering. En dat we dus ook ervoor kunnen zorgen dat jongeren centraal zijn in die evaluatie. De jeugdambassadeur zegt samen met zijn collega het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en andere belanghebbenden bezig te zijn aan het samenstellen van een groep youth officers. Deze groep zal helpen de gestelde doelen te realiseren in samenwerking met de jeugdambassadeurs.